studenten die een internationale carrière ambiëren. Het is ook bedoeld voor studenten die misschien les willen gaan geven op een van de internationale scholen in Nederland of een school in het buitenland. Ik ben Engels altijd wel, ik heb het altijd heel interessant gevonden. Dus ik was vanaf het begin heel enthousiast om de minor tweetalig primair onderwijs te doen. Ik vind Engels al interessant sinds ik klein ben, opgegroeid met Engelse media, films, muziek. Ik wil graag weten hoe ik mijn kennis over kan brengen aan de kinderen hier in Nederland. Engels neemt een steeds meer belangrijke plaats in het curriculum, in het basisonderwijs. Ze worden onderwezen in hoe een kind een tweede taal verwerft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ze leren ook hoe je les moet geven in een buitenlandse taal. En dat is een vaardigheid dat tegenwoordig veel vereist wordt. Ik heb ook stage gelopen op een internationale school in het buitenland, in Amerika. Ik ben in Nayakwa geweest. Hoe ze daar les geven, dat leert je ook een hele hoop vergeleken met Nederland. Je ziet een hele hoop verschil en je pakt de goede dingen van daar mee en dan kun je dat hier toepassen. Ik leer gewoon heel veel mensen kennen en heel veel verschillende types Engels ook. De belangrijkste leerervaring is dus die stage in het buitenland. Ik zou het iedereen aanraden. Gewoon het verschil, de dingen die je leert en gewoon het inzicht van dat een school op zo'n manier anders kan zijn dan hier in Nederland. Dus goed voor je ontwikkeling, goed voor jou zelf als leerkracht. Nou, ik vind het bijzonder leuk om deze minor aan te bieden. Ik kom veel collega's tegen. Ook in het buitenland, in het werkveld, en dat vind ik bijzonder prettig. Ik zou de minor zeker aanraden. Ja, ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad, deze minor. We hebben onderzoek geleerd, we hebben geleerd over verschillende methodes van lesgeven van Engels. En dat soort dingen vond ik heel leuk.